gemengde opgave en dan som 1 van hoofdstuk 9. Ik wil eventjes het niet helemaal doen. Ik ga er een paar uithalen. Althans, ik sla de eerste 3 sla ik eventjes over. Hier moet je een theorie voor weten. En die theorie, die ga ik nu niet behandelen. Ik ga ervan uit dat je theorie goed kent. En dat je dat allemaal op een rijtje hebt staan. Dat kun je gewoon niet maken. Altijd eerst zorg dat je theorie weet. Dus weet, oh, het is met een tweetje. Dus dat zijn stappen van 100. Oh, naar klein is keer. Dus ik moet die keer 100 doen. Dat soort dingetjes. Nou, 3,7 vierkante meter is hoeveel vierkante decimeter? Als je theorie kent, dan zie je van we gaan naar kleiner. Het is met een tweetje. Dus het wordt keer 100. Er zit verder niets tussen. Ja, dan kan het bijna niet missen, hè? Oh. Ja, dus ik vind het erg belangrijk dat je hier gewoon je theorie goed kent. Dit mag je niet fout doen, vind ik. Je kan niet de verkeerde kant op rekenen. Ja, als een keertje, zoals ik wel eens een rekenfoutje maak, maar verder niet. De theorie is weer, 1 hectare is gelijk aan 1 vierkante hectometer. Dit is bijna verkeerd. Dus als je dat weet, dan kun je gaan rekenen. Nou, je hebt hier 21 hectare. En ze willen weten, is... hoeveel vierkante meter? Nou, wat komen we tegen? Hectare. En ik zet hier even achter. Vierkante hectometer is dat eigenlijk. Hè? Dan komen we eerst de vierkante decameters tegen. En dan pas de vierkante meters. Nou, het is naar kleiner. Hè? We gaan naar kleiner. Dus het is iedere keer stap van keer. Het is met een tweetje stappen van keer 100. Dan gaan we 21 hectare keer 100. Dan kom je uit op 2100. Vierkante decameter. Daar telde nog eens 2 achter. Zo. En dan kom je dus uit op 210.000 vierkante meter. Dan gaan we naar F. 500.000 vierkante centimeter is hoeveel vierkante meters? Nou, als je van vierkante centimeter naar vierkante meters gaat, dan ga je delen. Dus, want we gaan naar groter. Dus het wordt alvast delen. Mag je best zo ervoor zetten. Dan is het delen door 100, want we zitten met een tweetje. Dan ga je opschrijven, wat kom je tegen? Vierkante decimeters, vierkante meters. We delen hier door 100, dus dan krijg je 5000. We delen nog een keer door 100. Dan kom je uit op 50, dus 50 vierkante meter. Laat je niet misleiden, oh, het zal wel delen zijn, er staat in nullen. Zo werkt het op de toets niet. Op de toets werken we allemaal met dit soort getallen, bijvoorbeeld 5,2 of 52. Dus daar kan je niks aan aflezen. Dus kijk ook echt gewoon inhoudelijk en niet aan wat je ziet, zeg maar. 6 liter en we moeten naar de deciliters. Als je van liters om gaat rekenen, dan zijn het stappen van 10. We gaan naar kleiner, dus we doen een stap van keer 10. En dan krijg je dus 60 deciliter, want dat is de eerste die je tegenkomt in het rijtje. De volgende is 5,2 liter, is hoeveel milliliter. Ik doe deze in één keer, want ik zeg van liters naar milliliters. We gaan naar kleiner, dus het is keer. Ja, een milli betekent het duizendste, dus je weet dat iets met duizend is. Dus ik doe dit gewoon gelijk zo. Maar anders doe je gewoon keer 10, ga je eerst naar de deciliters. Dan krijg je al 52 deciliters, ja, dan krijg je 52 deciliters. Dan krijg je 520 centiliter, et cetera. Dat mag natuurlijk ook. Dan gaan we naar de laatste, of naar het laatste rijtje. 4000 liter is hoeveel hectoliter? Nou, we gaan naar groter. Dus we gaan delen. Het zijn stappen van delen door 10. En we hebben 4000 over een foutje. 4000, krijg ik hier ook een ander antwoord. 4000 liter, en we gaan hectoliter, dus komen we eerst de decaliter tegen. Deze tussenstap hoef je ook voor de uitleg. En dan krijg je de hectoliter. We gaan naar groter, dus het is delen. We zitten aan de liters, dat is lijkt op een 1, hè, dus 1,0. Zo. En dan krijg je dus 400. Dan kan je het verder gewoon zo invullen. En 40. En dan ben je er. Die daarna komt is super flauw, want een liter is precies een kubieke decimeter, dus kan ik zo invullen. Dan gaan we naar 3 kubieke decimeter, is hoeveel kubieke centimeter. We gaan naar kleiner, dus het is keer. Hier zit helemaal niets tussen. Het is keer, en het is ook een stap van keer 1000, want het is met een drietje. Dus je krijgt 3000, zit verder niets tussen. En dan komt er eentje, die vind ik eigenlijk
de echte moeite waard. Dat is 8 kubieke decimeter. 8 kubieke decimeter. En dan is de vraag, is hoeveel centiliter? Nou, je weet dat een kubieke decimeter gelijk is aan een liter. Dus hier staat eigenlijk 8 liter. Staat eigenlijk. Dus dan krijg ik na de liters krijg ik de deciliters. En dan krijg ik de centiliters. Dus als we die 8 hebben, zeg maar nu. Hè, we gaan naar kleiner. Dus we gaan een keer doen. Dus we doen eerst naar de... Dit zijn eigenlijk de liters. Dus we gaan eerst naar de 80 deciliter. En weer keer 10 is 800 centiliter. En dan zeg je misschien, ja, dat was toch met dat drietje? Ja, dat klopt, als je aan die kant blijft. Maar we zijn aan de liters aan het rekenen. We hebben gezegd, dit is gelijk aan 1 liter. En toen zijn we met de liters gaan rekenen. En dat is waarom je stappen van 10 doet. En dat was hem.